Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Zoals je ziet ga ik weer lekker alleen shooten. Ik start mijn vlog even hier, want Nessie heeft een Zoom meeting. En ik kon thuis even niet vloggen. Door de nieuwe coronamaatregelen moeten wij weer echt veel van het huis doen. Vooral Nessie gaat echt veel van het huis doen. Dus dat is wel een beetje shit. Maar goed, we maken er weer het beste van. Ik ga lekker shooten, jongens. Ik heb vandaag trouwens mijn nieuwe laarzen aan. Ik ben er echt zo happy mee. Ik heb ze hier onder mijn jurk aan. En ze zijn zo chill. Echt, I love them. We gaan dus vandaag gewoon precies naar dezelfde locatie als die van gisteren. Want ik had gisteren dus een muurtje of zo'n gebouw uitgekozen. Die best wel, zeg maar, aanwezig is qua print en zo. Dus toen dacht ik van ja, als ik nu bijvoorbeeld bij een witte gebouw ga poseren of een witte muurtje of weet ik veel wat, dan is mijn feed echt lelijk. Het past zeg maar allemaal niet bij elkaar. Dus ik ga gewoon weer naar hetzelfde gebouw en ik ga even vanuit een andere hoek een foto proberen te maken. Zodat mijn feed nog een beetje één geheel is, zeg maar. Ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel, maar ja, dat is wat ik ga proberen. Dan is dat een onderwerp van de is nog steeds bezig gewoon. Wat dat duurde dan? Zo, je bent weggegaan, teruggekomen. Wauw! Heel heftig. Ja, Nessie is net klaar met zijn Zoom meeting. Zo zien we weer. Het is nu 5 uur of zo. En een kwartier. Het is 5 uur of zo, dat is niet normaal. Maar in ieder geval, ik heb me een beetje opgefrist. Ik was dus aan het shooten. Toen kwam ik later achter dat één wimper er heel wat helemaal scheef stond. Dus ik heb het even gefixt. Ik ben even opgefrist. En dan ga ik zo lekker. Auw! Ik heb me weer opgefrist. En ik heb zo afgesproken met Esme om even lekker ergens te eten. We wouden dus eigenlijk Afghaans eten. Maar alles is gewoon gesloten. Dus we proberen nog online te reserveren. Het kon alleen vanmorgen. Maar ik denk ook dat het een beetje met de coronamaatregelen te maken heeft. Dat alles een beetje zo heel snel vol zit gewoon. Dus dan moeten we even kijken waar we nu gaan eten. Nou, jij zou toch vandaag de vaat doen? Ja, ik ben net klaar met bieten. Kijk dan. Hij had me beloofd om vandaag de vaat te doen. Ja? Oh yes. Ik vind het zo lekker als een jurk niet zo heel erg strak zit. Oké, dat vind ik bijvoorbeeld niet mooi. Maar het is gewoon zo lekker strak dat je gewoon lekker kan zitten en zo. En by the way, ik heb natuurlijk al best wel een tijdje nu mijn laarzen aan. Een paar uur al. En meestal met enkel laarzen of van die hoge laarzen heb ik echt gelijk last van mijn poten. Maar dat heb ik nu niet. Dus echt een aanrader. Deze laarzen zijn van de Bershka. Zoals jullie gisteren in mijn vlog zagen. Echt gewoon love it. Ik heb nog een beetje een speling van een half uur. Dus ik ben even op tijd vertrokken. Want dan kan ik nog even tanken. Want ik kan echt letterlijk nog 10 kilometer of zo rijden. En dan ga ik ook gelijk mijn auto schoonmaken. Dan zit echt zoveel troep in weer. En dan rijd ik gewoon door. Zoals verwacht hebben we gewoon weer afgesproken bij de Arab. Gewoon lekker theetjes drinken en bijkletsen. Ideale plek, gewoon lekker rustig. En ik ben erachter gekomen dat vandaag een Afghaanse restaurant waar we dus naartoe wouden gewoon gesloten is. Gesloten op dinsdag. What the fuck. Zo, alle troepen zijn uit mijn auto. En ik heb getankt. Dus ik ga snel even rijden. En dan zie ik jullie straks. Misschien ook kunnen zien, gaat het opeens heel erg goed met mijn vlekkerige make-up. Want ik heb geen vlekken meer. Dus het heeft echt wel te maken met je skincare, guys. Want ik ben nu 3 dagen bezig en dit is het effect. Je moet gewoon echt voor skincare gaan die gewoon bij je huid past. En dan komt make-up allemaal wel goed, denk ik. Want gewoon met slechte skincare heb je gewoon echt lelijk make-up. Ik heb liever geen make-up op dan dat ik lelijk make-up op heb. Want ja, je wordt daar niet beter van, zeg maar. Je wordt alleen maar slechter van. Dus I am happy with this. En dit is echt gewoon mijn lievelingsding. Mijn batterij is gewoon weer leeg. Mijn god. Alles goed. Nee, ik ga cola We lachen ons echt helemaal sub. We hebben een fake profiel gevonden van Esme op Facebook. En het ergste van allemaal, deze chick heeft haar foto kapot goed bewerkt. Ja, dat vind ik echt heftig. Esme is gewoon een stewardess geworden. Jongen, laat één keer die foto zien. Even scherp stellen. Guys, kijk dit. Guys, kijk dit. Ze is gewoon stewardess geworden. Ik ga helemaal stuk. Dit kan toch niet, joh. Esme is Turks en heet Lara Kaya. Voor het geval je haar wil opzoeken op Facebook. Ja. Ik ben weer thuis. Het was echt super gezellig. We hebben daar weer echt een paar uurtjes gezeten. Alleen ik ben nu echt zo helemaal
moe. Ik ben echt helemaal moe. Ik ga nog even douchen, want ik moet echt nodig mijn haar wassen. En ik heb morgenochtend een afspraak. Dus het moet wel echt gewoon nu gebeuren. Anders red ik het morgen niet. Dus ik ga even heel snel de douche. En dan ga ik even mijn gezicht reinigen. Even mijn skincare doen. En dan eigenlijk gewoon lekker richting bed. Even eerst misschien nog een beetje fruit eten en zo. Oh, en ik heb dus echt last van deze oog. Volgens mij is die echt ontstoken. Bemoei met je eigen zaken. Oh, zoals je ziet heb ik gedoucht. Mijn god. Wat een heerlijk gevoel. Ik heb mijn haren gedaan. Daar krijg ik altijd zo benauwd van. Maar dan heb ik morgenochtend school wat minder werk. En dan kan ik rustig opstaan. Want ik wil morgen editen. In de ochtend. En daarna even weggaan. Want ik moet richting Utrecht. En waarschijnlijk wil ik vanuit daar nog even naar een vriendin. Dus dan kom ik waarschijnlijk niet thuis. Dan moet ik wel even morgen fixen dat ik in de ochtend... alles heb gedaan. Ik ga nu denk ik lekker even een stukje fruit eten. Weet je waar ik echt laatst echt aan verslaafd ben? Vijgen. Vijgen zijn op dit moment echt zo fucking lekker. Niet normaal. Also, thank you Bershka for this. Echt perfect. Dus ik wel een beetje. Ik ben soms vergeten om vijgen te halen. Dus ik heb alleen maar dit en bananen. Daar heb ik echt geen zin in. Nope. Zonder fruit naar bed dan maar.